Mijn tip zou zijn om vooral ook niet al de bestaande dingen die we al weten te vergeten. En misschien daar extra nieuwe manieren van toepassing mee te ontwikkelen. Zoek elkaar goed op, inspireer elkaar en blijf ook met elkaar in contact. En bezoek ook onze werkbijeenkomsten. We gaan nog een heel traject in. Dus we gaan een community bouwen rondom deze hele challenge en blijf betrokken. De belangrijkste tip is ga het doen. Plannen maken is heel goed. Je moet goed weten waar je mee bezig bent. Maar ga vooral klein starten. Verzamel mensen om je heen die met je meedoen. En dan gaat het vanzelf lopen. Je moet gewoon beginnen. Ga iets doen wat gewoon dicht bij jezelf ligt. Ik denk dat de challenge niet de reden zou moeten zijn om iets te gaan doen. Maar het is wel een hele goede motivatie voor mensen die al iets aan het doen zijn. Om zich te verbinden aan een netwerk. Om misschien op het internationale podium terecht te komen. En om een duwtje in de rug te krijgen.